Goedemorgen allemaal. Het is vandaag maandag 6 augustus. En vandaag vliegen wij naar Italië, naar Verona. En gaan we naar het Gardameer. We zijn ons een beetje mentaal aan het voorbereiden. Kijk, hier zit Manlief. Die heeft er ook zin in. En gisteren hebben we de koffers ingepakt. Het was gelukkig niet zo'n drama als voorgaande jaren. Toen hadden we eigenlijk maar voor één koffer geboekt. En toen werden het er twee. Dus we waren nu slim geweest en hadden twee koffers al geboekt. We gaan jullie meenemen op wat we meemaken bij het Gardameer in Italië en omstreken. Dus, schatje. Vertel eens wat leuks. Wat leuks? Ja, ik zeg wat leuks. We zitten op Schiphol en het is niet zo druk, hè? Nou, waar we zitten is het niet zo druk, maar voor de rest is het een hoop moeilijk gedoe, hoor. Goedemorgen allemaal, we zijn op dag 2 en de sprangetjes gaan boodschappen doen bij de Lidl. Dus we lopen door ons huis, maar Rob krijgt zijn tasje niet goed om. En we gaan nu naar buiten, naar de auto. Het is niet heel ver weg de Lidl, maar we gaan toch wel met de auto. Even een rondje. Om te laten zien. En Rob sluit nu de deur af. Dus als het in één keer goed gaat. En dan gaan we lopen naar de auto. En dat Volkswagen Polo. Want hier was niet van. Is onze autootje voor de komende 2 weken. Buongiorno. En weer een mooie dag in Italië. En we zitten, het is vandaag woensdag, nou moet ik even tellen, 8 augustus. En we zitten heerlijk te ontbijten voor ons appartementje. Vandaag gaan we een stukje rijden. We gaan naar Parma, ligt 84 kilometer zuidelijk van het Gardameer.
en een grote stad. En we gaan kijken wat daar allemaal te zien is en te doen is. Gaat Margaretha met de stoel? De stoel, bekend van België en tv. Waar staat de stoel vandaag? Waar gaat Margaretha de stoel neerzetten in Italië? Gaan wij dan een reis winnen van Neckerman? Of niet? Ciao. Arrivederci stoel. Daar komt zij weer aan. Zonder stoel. De stoel is dus ergens geplaatst. In Italië. Wat we gaan doen. Het is hier op dit moment heel erg warm, dus ik pak hem er maar even bij. Ik heb mijn waaier er maar bij gepakt, maar nu komt er ook wel een lekker windje. En op zich een mooie stad, veel oudheden, oude gebouwen, dus super leuk. Komt er alweer doorheen. Goedemorgen, vandaag is het dag 4 van de vakantie. En we zitten weer lekker te ontbijten hier op ons eigen terrasje. Even het Nederlandse nieuws te kijken hoe het regent in Nederland. Maar daar is hier nog geen sprake van, want het is wel een paar wolkjes. Maar verder is de lucht blauw.
Vanmorgen gaan we eerst naar de markt van Bartolino. Daarna weten we het eigenlijk niet. En vanavond gaan we met de hele groep uit eten. Dus het wordt weer een leuk en gezellig dagje. Vandaag is het nog steeds donderdag. Vanmorgen hebben we een tripje of een bezoekje aan de markt gebracht. En nu gaan we op weg om te eten. En dat noemen we in de volksmond in de tuin. Hele grote tuin. Italiaans eten. En hiermee sluiten we de dag af met een grote groep van ongeveer 15 man. Dus dat zal ook wel weer gezellig worden. En morgen vertrekken we voor 2 dagen naar Milaan.